hoe lang dreunt zoiets nog door? Hoe verwerk je zoiets met de groep? Het dreunt sowieso heel lang door. De andere kant is natuurlijk dat je door moet. Dus je hebt nog 6 wedstrijden. En alles is mogelijk, hè? Het is niet dat je nu moet op gaan geven en denken van ja, dat is niet. Daar is PSV ook geen club voor. Dus dat gaan we ook 100% niet doen. Het gevolg is wel nu dat iedereen gaat uitwaaien naar internationale wedstrijden. En je hebt de groep niet echt continu bij elkaar. Dus ja, dat is wel, aan de ene kant is dat wel jammer, want het gaat nu maar om één ding en dat is het clubvoetbal. Misschien even iets tackelen. Er wordt heel stellig in de krant ook beweerd dat zo'n resultaat als gisteren ook een resultaat is van bijvoorbeeld zo'n wedstrijd tegen Atletico. Kan jij beamen als voetballer dat die vermoeidheid meespeelt in zo'n wedstrijd? Ja, kijk, de vermoeidheid speelt natuurlijk altijd mee. Je speelt 120 minuten, dat is logisch. De andere kant is, je bent goed genoeg getraind om dat te kunnen. En dat kunnen we ook. En dat bleek ook, want hoe ver je kijkt naar die wedstrijd, natuurlijk is het resultaat niet goed, maar je bent wel tot de laatste minuut ben je doorgegaan.